Welkom bij Leeuwarden Actueel van woensdag 27 april. Vanaf dinsdag wordt een van de twee torenkranen op het Nieuw-Zeeland, de groene kraan ter hoogte van CNA, gedemonteerd. Dat geeft wat overlast op het plein door vrachtwagens die de kraan afvoeren. De betonnen fundering van de kraan, die in de garage staat, wordt later ook weggehaald. Rond de inritten van de parkeergarage wordt deze en volgende week bestrating aangebracht. De voetgangersuitgangen krijgen om de beurt een nieuwe vloercoating. Tijdens het coaten zijn de trappenhuizen afgesloten. Begin mei zijn alle tijdelijke uitgangen voor voetgangers klaar en weer open voor bezoekers. Het kabinet stopt voorlopig met de opslag van vingerafdrukken uit het biometrisch paspoort. Er moet op termijn wel een grote databank komen, maar er is nu nog te veel onzekerheid over de veiligheid en de betrouwbaarheid. Dat schrijft minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Zowel deskundigen als de Kamer hebben twijfels bij een landelijke databank waarin de vingerafdrukken worden bewaard. Ook lokale opslag bij gemeenten wordt voorlopig opgeschort. Vingerafdrukken uit het biometrisch paspoort worden dus alleen nog geregistreerd op een chip. Het collegeprogramma in Leeuwarden wordt voorlopig voortgezet. Nieuw beleid, vooral voorstellen van de gemeenteraad, gaan in de ijskast. Begin 2012 wordt bekeken of er nieuw beleid mogelijk is of dat er nog meer bezuinigd moet worden. Dit schrijft het college in een informatiepakket ter voorbereiding op de raadsvergaderingen van 23 en 25 mei aanstaande, waarin de lijnen worden uitgezet voor de begroting van 2012. Het college berekent dat in 2015 een tekort van 4,4 miljoen op de begroting ontstaat. Er wordt al rekening gehouden met een tekort van 12 miljoen, maar dat wordt gedekt door bezuinigingen tot en met 2014 waarover al is besloten. Een aantal programma's waarvoor de nieuwe bezuinigingen gevolgen heeft, worden in het informatiepakket met name genoemd. Het gaat onder meer om onderwerpen waar de Raad in moties en amendementen voorstellen voor heeft gedaan. Voor de coördinatiefunctie brede scholen in aandachtswijken en niet-aandachtswijken zijn geen middelen meer beschikbaar. Het aftel- en winterfeest kan dit jaar nog wel doorgaan, maar volgend jaar is er geen geld meer voor. Er wordt 5% bezuinigd op de stadsringprojecten Europaplein, Valeriestraat en Plein en Julianalijn. Verkeersproblemen die niet binnen het programma Bereikbaarheid Leeuwarden vallen, kunnen niet worden uitgevoerd. Uitzonderingen zijn de verkeersproblematiek achter de Hoven Willem-Lodewijkstraat, de inrichting van een 30 kilometer zone in de Frittemastaten en omgeving, het afronden van de optimalisatie van bestaande 30 kilometer gebieden en het vervolg van het fietspad door het Langdeel op het grondgebied van Waasterhim. De totale kosten van 1,2 miljoen euro worden gevonden in een eerder behaalde aanbestedingsvoordelen. En er is geen geld voor het oplossen van de problemen bij de sportaccommodaties. Er zijn problemen op het Viada-complex, waar Blauw-Wit 34 en FVC voetballen, en op de Magere Weide, waar Frisia zijn thuisbasis heeft, waarbij het tekort aan velden en kleedkamers op het Viada-complex het grootste probleem is. De clubs zullen die problemen zelf moeten oplossen. Leden van de studentenvereniging Osiris hebben woensdagmiddag op de parkeerplaats van Albert Heijn aan de Emmerkade auto's staan wassen. Zij deden dit in het kader van een geldinzamelingsactie voor Kika, het fonds van de stichting Kinderen Kankervrij. 5 uur lang werd er gesopt en gepoetst dat het een lieve lust had. En we zijn lid van de studentenvereniging Osiris en we staan hier aan het autowassen voor Kika. Ja, autowassen voor Kika. Vertel eens wat over die actie. Nou, we willen graag wat doen voor het goede doel. En Kika leek ons uitstekend, kinderkankerfonds, spreekt ons natuurlijk erg aan. En auto's wassen leek ons erg origineel. Vroeger was het altijd car wash events. Leek ons wel leuk, dus we hebben dat op touw gezet. En het gaat goed. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om auto's te wassen?
Na heel wat uurtjes brainstormen dachten we van ja, wat zou een actie of een succes worden als actie? En dachten we ja, mensen kunnen wel naar een wasstraat gaan, maar dat is niet voor het goede doel. Dus ja, als we gewoon op een parkeerplaats gaan staan om auto's te wassen voor het goede doel, dan zullen mensen vast wel vaker ja zeggen. Hoeveel ben ik kwijt om mijn auto te laten wassen? €3. Per auto? Per auto. Nog extra's? Nou, de velgen doen we niet, maar voor de rest gebeurt die helemaal. Heb je al veel auto's gehad? We staan hier nu een uur en we hebben 15 auto's gewassen. Ongeveer. Hoe zijn de reacties van de mensen? Positief. Mensen, zodra we zeggen, ja, wilt u auto's wassen en ze horen dat het voor Kika is, dan zeggen ze allemaal ja, graag. Dus, met hoeveel zijn jullie hier? We zijn in de commissie met z'n tienen, maar er zijn er wat vertraagd. Dus nu zijn we ongeveer met z'n zessen die auto's aan het wassen zijn. Komen er nog meer acties voor Kika? Dat is nog niet bekend. Er is wel verderop deze week een actie voor Clean Accounts. Dat is iedere dag of ieder jaar op Koninginnedag. Dan staat ons bestuur van de studentenvereniging op de Waag, ook in Leeuwarden. En dan mogen mensen eieren naar ze gooien voor 50 cent. En al die opbrengst gaat naar Clean Accounts dit jaar. Hoeveel denken jullie met deze actie op te halen? Nou, wij hopen toch wel rond de €200. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we dat wel halen. Tot hoe laat blijven jullie hier? We zijn tot 4 uur hier aan het auto's wassen. Nou, dankjewel. Dat ging wel aardig, toch? U kwam hier om boodschappen te doen? Ja, ik kwam hier om eventjes wat eten te halen voor vanavond. Ik moet zo werken. Dus ik kwam hier om eventjes wat boodschapjes te doen. En toen bood ze me aan om de auto te wassen voor Kika. Wat vindt u van het initiatief? Ja, ik vind het hartstikke goed. Dit moet ze wel vaker doen. Het is een goed initiatief om dit te doen. Ja. En lijkt er een beetje schoon? Ja, het ziet er naar mijn mening goed uit. Ze moet nog even, ik denk dat ze bijna klaar zijn, dus keurig. Deze acties voor herhaling vatbaar? Wat mij betreft zeker weten, ja. Studenten van de NHL-opleidingen Commerciële Economie, International Business and Languages en Financial Service Management organiseerden woensdagmiddag een markt vol innovatieve producten onder de naam Sensation. Zo was er de fietsmagneet, die ervoor zorgt dat je fiets nooit meer omvalt, de handige boekenstandaard Bob en veel fairtrade producten. En er was een buikdanseres en oosters eten. BNN-presentator Sebastian Labrie vertelde over zijn reiservaringen in het Midden-Oosten. De opbrengst van de middag gaat naar Kiva, een organisatie die microkredieten verstrekt aan ondernemers in ontwikkelingslanden. Cambuurspits Mark de Vries is in de vierde periode van de Jupiler League winnaar geworden van de Bronzen Stier. Hij lag in competitie met Melvin Platje van FC Volendam, want beiden maakten 7 goals. De Vries won uiteindelijk omdat hij 81 minuten minder nodig had dan Platje om die score te bereiken. 606 tegen 687 minuten. Mark de Vries won het vorig seizoen nog de Gouden Stier. Tot zover Leeuwarden Actueel van woensdag 27 april 2011. Tot ziens.